gasten van de Jurfkerk. En van deze video gaan we met Staaien weer. Ja, Staaien. We gaan een survival wereld doen. En met een seed, voor als jullie mee willen doen. Dat is YOLO Prolo. En jullie hebben mij ook al gezien met een creative wereld. En ik denk voor deze eerste aflevering van mijn survival 5 likes, 3. Ja. Je moet eraan maar om vragen, hè. We doen gewoon 500 abonnees, man. Gast, nee. Doe even normaal. Voor even een beginvideootje, 5 likes, kijkers. Ja, is dat goed? Ja, nee, okay, niet alleen. Mooi. Niet 5 likes, man. Doe normaal. 5 abonnees. Hij gaat nu de seat intikken en dan ga je op een eiland overleven. Dat is echt heel leuk. Ik heb de seat bedacht. YOLO Prolo. Dit is goed, toch? YOLO Prolo, best. Zet hem even op stop als je dit wil zien. Infight Survival. Dat is echt voor coole gasten. Niet voor mietjes met dat... Great World. Staan de zombies aan, want anders zijn wij weer van die fucking mietjes. Ik zal even kijken. Ja. Dat is goed. Dat is goed. That's my life. My life. Nee, ze staan uit. Ik zet ze nu wel even aan. Nee, dat is uit. Nee, ze staan aan. Nee, dat is uit. Aan. Dat is uit. Oké. Okay. Ik weet het zeker. Zo ja. Als ik doodga, dan moet je niet zeuren, hè? Ja, nee, je moet niet doodgaan. Pak die bomen. We zien zijn hoofd in de beeld. Check it out. Oké. Okay. Yeah. Verder. Waarschijnlijk kunnen jullie niet zo goed zien in de nacht. In de night of zoiets, hoe zeg je dat? In de night. Light. Nou, maar dat boeit ons even niet, want anders kunnen we... Meneer, je kan niet zo goed Engels spreken, mensen. Ik heb Engels op school. On school. Oh, shit, sorry. Hé, hey, hak die boom even niet om die andere twee. Weet je waarom niet? Voor als je doodgaat, heb je tenminste nog wat hout. Ja. Want ik meen het je, ik ben vaak doodgegaan in deze wereld. Ik zou zeggen, hier al ga ik mijn huisje maken. Op dit zandgedeelte. Je gaat toch niet een huisje maken? Nee, misschien maar hier ga ik mijn crafting table neer. Voor even een beginnetje. Oh, en dan maak de ik even wat sticks. Dan maak ik een die. Dan maak ik... Squat! Die. Dan maak ik nog wat sticks. En een squat! Oh, en we moeten dan... schep. Vieze pijl en bout doen, jongen. Pizza! Ik ga kijken of hier steen is. We gaan overleven in op een IJsland. Oh, ja. Net zoals... zeg maar even. Jullie moeten ook even kijken naar Dus David Game. Want Dus David Games, dat is ook wel een leuk, dat is echt een best wel beroemd kanaal. Ook wel, maar dat is niet het enige. Daar hebben ze ook op een eiland, alleen dan iets cooler eiland. En dat heet David versus Lars. Oeps. Nou, we gaan verder. Ja, ik ben steen. Hey, in de seat zit volgens mij ook ergens iron. Dat heb ik helemaal ontdekt. Oh, oké. Okay. Voordat jullie weten, Mats is mijn broertje. Heel irritant. Hey! Iron! Kijk, dat bedoel ik. Dan zal ik even naar boven moeten. Heb je geen sticks meer dan? Heb je geen hout? Ik heb nog maar 3 hout en dat is niet genoeg. Dat is wow. Nee, doe het dan niet met zand. Dan vind je het toch nooit meer terug. En ook niet meer cobblestone. Dan heb je geen cobblestone. Sorry. Moet je weer een steak pakken? Pizza, dat hebben we even geen zin in. Ja, dit is genoeg. Nee, die andere. Ja. Het is niet daar, hè, dat je het even weet. Het is daar, ja. Weet ik. Nou, jullie moeten misschien ook andere... ik raad jullie aan om andere filmpjes te kijken van de Jurre.
Ik raad het jullie aan. Het is een aanrader. Wat ook jullie moeten kijken, sowieso. Dat is mijn andere kanaal, Sophia Verkerk. Sophia, schrijf je het. Jongens, niet dat ik Sophia heet. Maar zo heet mijn oma. Nou, dat is de eerste iron. Ja, eentje. Dat is ook eentje. Voor de rest moet je iron smelten. Echt serieus? Weet ik veel, ik hoop het niet, man. Jawel. Ik moet even spul hebben om straks weer omhoog te komen zonder mijn cobblestone te verbruiken. Terwijl hij aan het hakken is, ga ik even de video afsluiten met weer eventjes een beeld naar Stijen. Doei, kijkers van de Jurre. En tot de volgende aflevering. Misschien morgen of over een paar minuutjes. Nou, doei! Nou, doei jongens en later!